Het is geen afwijking. Ik vergelijk het wel eens met survival of the fittest. De middelbare school is wat dat betreft, het is echt gewoon overleven. Maar dan moet je naar huis en dan wordt er een heel zwaar appel op jou gedaan. Dat je dus je studie ook maar gewoon kunt inplannen thuis. Nou, zo logisch is dat niet. Ik heb gewoon geluk met de omgeving waar ik in ben opgegroeid en ook de leraren die ik heb gehad. Je hebt autisme niet alleen maar op school, dat heb je overal. Mensen met autisme lopen vaak vast op momenten van grote veranderingen.